3 thema's. Enerzijds willen jullie even kort herinneren over het verwijderen van oude gebruikers uit Docker. Wanneer er personeelswissels zijn of dergelijke, willen jullie vragen om zeker die accounts in Docker te gaan verwijderen. We willen jullie vandaag ook meer informatie geven over de nieuwe bestelmodule die in ontwikkeling is, gelinkt aan het voorraadbeheersysteem. En we willen jullie ook nog even kort herinneren aan het feit waar jullie opleidingsmateriaal kunnen gaan raadplegen, indien nodig. Oké, in eerste instantie de oude gebruikers verwijderen in Docker. Om oude gebruikers te gaan verwijderen, zal je in Docker eigenlijk die accounts moeten gaan raadplegen om deze te verwijderen. Dit doe je wanneer dat er medewerkers stoppen in een vaccinatiecentrum. Hoe ga je die accounts gaan verwijderen? Je verwijdert deze accounts door in Docker onder het tandwieltje, eigenlijk het tandwieltje te gaan selecteren en in het tabblad gebruikers de juiste accounts te gaan verwijderen. Je dient hierbij steeds in de browser te refreshen wanneer je een account verwijderd hebt. Dus nadat je 1 account hebt verwijderd, zal je volledig jouw browser moeten gaan refreshen om het volgende account te gaan verwijderen. Vergeet dus zeker niet, als er medewerkers stoppen binnen jullie vaccinatiecentrum, om die accounts ook te gaan verwijderen in de Docker-agenda. Het tweede gedeelte binnen het Q&A vandaag is jullie wat meer informatie geven over de nieuwe bestelmodule die ondertussen in ontwikkeling is, gelinkt aan het voorraadbeheersysteem. We gaan jullie dus voornamelijk informatie delen. De tool is nog in ontwikkeling, dus we gaan hem nog niet kunnen tonen. Vanaf begin mei zal het voor externe vaccinatoren mogelijk worden om digitaal vaccins te gaan bestellen in een vaccinatiecentrum. En in functie daarvan, in functie van die mogelijkheid om externe vaccinatoren te laten bestellen in een vaccinatiecentrum, is er een nieuwe bestelmodule in de maak. Die bestelmodule is gelinkt aan het voorraadbeheersysteem. En die bestelmodule zal ervoor zorgen dat je binnen jouw eerste lijnzone shots en of vials makkelijk kan laten bestellen door een externe vaccinator buiten het vaccinatiecentrum in het vaccinatiecentrum. En als vaccinatiecentrum zal je dan ook makkelijker jouw vaccins kunnen gaan verdelen. Dus concreet zal binnen de bestelmodule het mogelijk zijn om als externe vaccinator shots en of vials te gaan bestellen en als vaccinatiecentrum de bestelde shots en of vials te gaan registreren, te gaan traceren en de voorraad te gaan updaten. Deze bestelmodule zal in productie gaan eind april, begin mei. Jullie gaan hier op de hoogte worden gehouden wanneer exact de bestelmodule live zal gaan. Vanaf begin mei zullen er dan ook opleidingen worden georganiseerd in functie enerzijds van deze nieuwe bestelmodule, dus wat dat de bestelmodule doet, hoe je ermee aan de slag gaat. En anderzijds zal er ook een algemene opfriscursus van de volledige werking van het voorraadbeheersysteem voorzien worden, waar ook dan die bestelmodule in geïntegreerd zal worden. Om jullie concreet wat meer overzicht te geven of inzicht te geven in het bestelproces die gevolgd zal worden binnen deze bestelmodule, neem ik jullie graag even mee. Dus we hebben eigenlijk 2 partijen die in deze bestelmodule aan de slag zullen gaan. Enerzijds is dat de externe vaccinator, dus de vaccinator buiten het vaccinatiecentrum. En anderzijds is dat het vaccinatiecentrum. De externe vaccinator zal binnen de bestelmodule shots en of vials kunnen gaan bestellen en dat via een webform, dus een Google Forms, een Google Sheet. En die vaccinator zal eigenlijk in die webform bepaalde gegevens, zoals het RISIF-nummer, het product dat hij wenst, de hoeveelheid hij wenst, de datum en de tijd waarop hij wenst op te halen, moeten gaan registreren.
wanneer dat, dat order geregistreerd is, dan zal, de vac- dan zal het vaccinatiecentrum het order ontvangen. Het vaccinatiecentrum zal vervolgens uit dit webformulier via eigenlijk een Excel-export de orders van de externe vaccinatoren kunnen verzamelen en door een export deze in het voorraadbeheer kunnen gaan importeren. Door die import van die orders zal in het voorraadbeheersysteem de stok aangepast worden. Ook zal door het importeren het mogelijk zijn om een soort van bevestigingsmail te versturen. Allee, dat zal natuurlijk automatisch gebeuren. Er wordt eigenlijk een bevestigingsmail verstuurd met een ordernummer naar die externe vaccinator, met dan nog eens de bevestiging van het tijdstip, de datum waarop het soort bestelde vaccin kan opgehaald worden in het vaccinatiecentrum. Wanneer dat dan het order wordt klaargezet voor de externe vaccinators en wordt opgehaald, zal ook in het voorraadbeheersysteem de afhaalgegevens geregistreerd kunnen worden. Nog enkele kwaliteitselementen die voorzien zijn binnen dit proces. Langs de externe vaccinatorzijde zal een bestelling enkel geregistreerd worden door een erkend en geregistreerd RISIF-nummer. Dus dat is een belangrijk kwaliteitselement om dat RISIF-nummer erkend en geregistreerd te hebben. Een RISIF-nummer zal altijd vasthangen aan één vaccinatiecentrum. Je zal dus als externe vaccinator niet bij meerdere centra vaccins of shots kunnen gaan bestellen. Je zal altijd een één-op-één link hebben tussen die externe vaccinator en het vaccinatiecentrum. Je kan één bestelling ingeven per één type vaccin. Dus als je meerdere type vaccins wilt gaan bestellen, zal je ook meerdere bestellingen als externe vaccinator moeten plaatsen in het webformulier. En bij het registreren van je bestelling zal je ook kunnen aangeven welke tijdspannen je wilt voorzien om deze te gaan ophalen. Dus wanneer wil ik mijn order gaan ophalen in het vaccinatiecentrum? Langs de vaccinatiecentra zijde zijn er ook een aantal kwaliteitselementen binnen het bestelproces. Je zal onder andere als vaccinatiecentrum zelf de correcte en erkende RISIF-nummers achterliggend in het systeem, in het voorraadbeheersysteem, moeten gaan toevoegen. Je zal ook de externe bestellingen door middel van een upload in Excel of manueel, indien je dat wenst, moeten gaan ingeven in het voorraadbeheersysteem. Dus door die export te gaan doen in de bestel in de Google Forms, in het webformulier, zal je deze door een export ook kunnen gaan importeren in het voorraadbeheersysteem. En tot slot zal je ook in de tool kunnen gaan aangeven wanneer jouw centrum open is. Dus je zal kunnen gaan zeggen op welke momenten die externe vaccinatoren de mogelijkheid hebben om die shots of die vaccins te gaan afhalen. Die externe vaccinatoren zullen vervolgens dan ook een tijdslot kunnen gaan kiezen voor afhaling binnen die vastgelegde openingsuren van jouw vaccinatiecentrum. Dus dat is ook iets dat je zal moeten bijhouden als vaccinatiecentrum. Om eigenlijk binnen dat bestelproces ook ervoor te kunnen gaan zorgen dat er een voorraadplanning zal gemaakt kunnen worden in het voorraadbeheersysteem, om al die bestellingen eigenlijk samen te kunnen gaan nemen met ook de productie die je vandaag doet om prikken in het vaccinatiecentrum te zetten of om prikken door het mobiele team te laten zetten, wordt er een nieuwe functionaliteit voorzien in het voorraadbeheersysteem. In het voorraadbeheersysteem zal je de voorraadplanning kunnen gaan berekenen en zo ook kunnen controleren of je nieuwe vaccins zal moeten gaan bestellen. En om die voorraadplanning te gaan berekenen, zal je een nieuwe stokactie moeten gaan invullen. Die stokactie wordt dus momenteel nog ontwikkeld, genaamd centerplanning. En in die centerplanning zal je eigenlijk al jouw voorziene noden kunnen gaan ingeven als vaccinatiecentrum. Met voorziene noden bedoelen we dan de hoeveelheid shots of vials die reeds zijn voorzien voor onder andere geboekte afspraken in Dockler enerzijds of de planning van het mobiele team.
Dus in centerplanning ga je dan zeggen, oké, op die een dag, op dat tijdstip hebben we zo'n hoeveelheid aan shots of vials nodig. Een vooruitplanning. Je zal dan ook een functionaliteit die al bestaat, jouw planned inbounds, moeten gaan registreren om ook duidelijk bij te gaan houden op welk tijdstip verwachten we nog binnenkomende stok. En tot slot zal je, zoals hiervoor ook uitgelegd, externe bestellingen kunnen gaan registreren. Dus met externe bestellingen bedoelen we bestellingen van die externe vaccinatoren. En door eigenlijk deze drie elementen te gaan invullen, te gaan registreren, zal er eigenlijk een overzicht gecreëerd worden in het voorraadbeheersysteem, waaruit je zal kunnen zien tot wanneer jouw voorraad toereikend is. Dus tot wanneer jouw vaccins op zullen zijn. En dat zal dan ook een indicatie geven aan jullie om te gaan bijbestellen. Oké. En tot slot ook nog een korte reminder om zeker en vast het opleidingsmateriaal te gaan raadplegen indien er personeelswissels zijn of dergelijke. En we geven jullie nog graag even kort mee waar jullie het opleidingsmateriaal kunnen gaan raadplegen. Het opleidingsmateriaal is nog zoals altijd beschikbaar via het laatjevaccineren.be kanaal. Je kan daar in het tabblad voor vaccinatiecentra kiezen voor handleidingen en procedures voor vaccinatiecentra. En daar zullen jullie een link terugvinden naar het opleidingsmateriaal voor een vlotte werking van een vaccinatiecentrum. Daar vinden jullie eigenlijk alle documentatie terug over voorraadbeheer, dokkers, vaccinnet, zorgatlas en dergelijke. Dus indien er nieuwe mensen opstarten of even een opfrissing nodig is, raden we zeker aan om het opleidingsmateriaal te gaan raadplegen. Ik weet dat er ook opfriscursussen kunnen voorzien worden. Indien nodig, contacteer hiervoor zeker jullie regio-coördinatoren. En dan kan ik hierbij de informatie afsluiten en overgaan naar vraag en antwoord. Ik ga ook de opname stoppen.